Helemaal top. Oké, ik ga het nog een keer proberen. Oh ja, het werkt! Oh! 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 Ik ga dood! Nee! Hij is pissed! Ja! Oh! Waarom? Hij is vrij! Nee, shit! Harm, pas op! Ik zit bij de Griffins! Oh, dood! Hey mensen van mijn kanaal, wat vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Ark Ragnarok. Ik ben wel blij en enthousiast mijn video gaan openen, maar dat kan ik niet jongens, het kan ik gewoon niet. Ik weet namelijk wie de dader is. Ja, de vorige aflevering stond vol met comments. Dankzij jullie weet ik gewoon wie mijn Dorny Dragon heeft gestolen. Het is natuurlijk Link. Ja, natuurlijk zeg ik, want die gast heeft al vaker iets geflikt. Ik snap echt niet wat zijn probleem is. Ik bedoel, we waren op zich cool, we waren gewoon neutraal tegenover elkaar en in principe was er dus niks meer aan de hand. Ik heb zelf nog een cadeau gegeven. En ik heb zo vaak in mijn video's gezegd van jongens, als hier iemand aankomt, dit is gewoon een vriendschap tussen Don en mij. Dat beschrijft gewoon die vriendschap tussen ons. En dat wist hij ook wel, want ik had hem zo'n mooi altaar gegeven. Dat is niet zo, het is niet zomaar een Thorny Dragon. Dus ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb er goed over nagedacht. Ik ga Don inschakelen jongens. Ik heb echt sinds het begin geen contact meer met Don gehad. Maar ik ga hem inschakelen voor dit, want ik weet zeker dat hij ook flink pissed is. Hij heeft natuurlijk mij dat cadeau gegeven. Blijkbaar heeft Link gewoon die Thorny Dragon opgepakt met zijn Wyvern en heeft hij hem gewoon bij Joost en Rudy gedropt, meende ik. En daar is hij doodgeschoten. En dan gaf hij ook nog Joost en Rudy de schuld. Ja, ja. Dat dacht ik, hè. Dat dacht ik eens even niet, hè. Dit is natuurlijk volledig zijn schuld. Als ik bijvoorbeeld een dino van hem oppak en die gooi ik in de lava, dan zeg ik toch ook niet zo van, ja, maar de lava heeft het vermoord. Nee, tuurlijk niet. Echt dikke onzin. Ik ga even met Don een gesprek voeren. De setting is al heel mooi. Lekker donker en duister, want we gaan Link kapot maken, jongens. Dit accepteer ik niet. Dat weten jullie ook. Ik heb ook zijn comment gelezen en iedereen zei van, yo, Link, hier krijg je spijt van, want Harm gaat je helemaal kapot maken. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar Dossen mening. Daar ga ik dus eerst even naartoe. En dan komen we vanzelf achter zijn mening. En dan gaan we even checken hoe hij erover denkt. En dan gaan we waarschijnlijk gewoon naar Link toe. Dus laten we eerst naar Don gaan. Let's go. We zijn er. Hier woont natuurlijk de Don. En ik ben heel erg benieuwd of hij thuis is. Hij zou waarschijnlijk wel thuis zijn. Hij is in ieder geval lekker bezig hoor. Jongen. Ja, ik zie al een naampje. Hey, Don. Hey. Wow, kom eens naar buiten, Don. Ja, wat moet je? Hey, Don. Ik ga je de handschoenen maken. Hier. Ja, hey. Je kan ook gewoon zwaaien, hè. Hoe doe je dat? Wave. Hey, Don! Hoi! Hoe is hij nou, jongen? Ja, lekker pik. Hoe is het met jou? Holy shit, ouwe. Dit is zo lang geleden. Even voor alle kijkers die niet weten hoe lang dit geleden is. Nou, echt de eerste aflevering van Ragnarok waren we samen. Toen ineens speerde jij hem en toen ineens speerde ik hem. Dus ja, je bent lekker bezig. Ik ben lekker bezig. Je hebt al een metal base. Dat doe je heel goed. Ja. Moet je ook wel, hè. Ik hoef verder geen rondleiding, want ik heb je base vrij recent nog gekeken. Maar ja, je hebt alles in metal veranderd, zie ik. En van binnen is het waarschijnlijk ook alles hetzelfde een beetje gebleven, denk ik. Ja, ik weet niet hoe lang het geleden is dat je hier bent geweest. Ja, maar het is een beetje veranderd, maar nee, het ziet er goed uit. Een goede metal base dus. Gaat verder alles goed? Ja, prima. Is een gangetje. Ik hoorde dat jij wat fitty had met Lonk. Ja, nou, het was in principe goed, want we hadden eens wat fitty gehad, toen was het goed. En toen ineens ging hij onze Thorny Dragon stelen, ja. Onze vriendschap ring, zou ik bijna zeggen, maar het is een Thorny Dragon. Ja, wat een klote. Kom even binnen, want het regent. Ja, het regent inderdaad. Het is echt kloten. Ja, het is een beetje koud. Hoe denk jij erover? Want ik vind dat heel kut. Ik vind het echt kloten. Maar hoe kut is dat, weet je? Dan een vriendschapsring wordt gegeven en dan wordt hij gewoon even in een pauperbase van iemand anders gegooid. Ja, precies. Was er jij aan te denken? Wat wil jij graag doen om dit recht te zetten, als het ware? Ja, nee, maar dan moet wel even een soort van wraak worden genomen. Kunnen we niet iets van een dino van hem ergens in mieteren of zo? Of wat heeft hij allemaal? Kijk, weet je wat is? Ik heb zo vaak echt specifiek gezegd van jongens, als iemand met zijn tengels aan dit beest komt, dan is hij gewoon van mij. Of dan is hij waarschijnlijk ook van Don, hè? Want ja, dat is natuurlijk onze vriendschap. Ja, en ik had hem zo'n mooi podium, zo'n mooi altaar gegeven. En ja, hij heeft hem gewoon opgepakt. Hij heeft hem ook nog gedood, indirect als het ware. Ik vind niet een dinootje van hem pakken genoeg hoor. Ik wil echt weer gewoon flink wraak nemen. En hij moet het gewoon niet weer flikken. Ja, bloed en bloed, oog om oog hè. Ja, ik bedoel, als wij één dino van hem stelen, ja, dat zal hem waarschijnlijk niet eens zoveel boeien. En dan gaat hij waarschijnlijk snel nog zoiets doen. Hij moet gewoon even een lesje leren. En ik denk gewoon dat we echt een flink moeten aanpakken, Ron. Goh, hij moet weten dat hij niet moet zollen met de reusabele speer, man. Met de reusabele speer, man. Man. Die heb ik lang niet gehoord, pik. Ik heb al mijn rocket launcher geengramd, dus die zou ik zo kunnen bouwen. Ik zou twee voor beide kunnen bouwen, misschien. Over engrams gesproken, kijk even met je blije kopje in mijn fabricator. Hier staat die fabricator. Even koekeloeren, hoor. Oh, een canteen! Ja, mag je die hebben, Don? Ja, die mag je. Thanks, ouwe. Ja, want water staat buiten.
Ik zal even checken, een canteen, dat is echt letterlijk gewoon 24 Engram Points. Dat is nogal wat voor zo'n scheidfles. Dus ja, die kon ik goed gebruiken, thanks ouwe. Ja, zo moeten we even wat uitwisselen, want ik heb hier zo'n blueprint maker. Dan zouden we bijvoorbeeld gewoon alles wat we hebben hierin kunnen stouwen. Komt er een blueprint uit. Want jij hebt toch ook zo'n refining of zo'n industrial forge, heb je? Ja, die heb ik hier. Toch? No way! Zou je hier een blueprint van kunnen maken? Ja, tuurlijk. Zal ik dat nu anders even doen? Dat zou heel vet zijn, want dat ding is 90 punten of zo. Nou, vind ik dat ja, klopt. Te veel. Ja, is echt absurd. Alleen even kijken wat ik daarvoor nodig heb ook weer. 400 polymer. Dat is het enige. De rest heb ik wel, maar dat 400 polymer, dat is een kwestie. Ja, en sowieso voor de rocket launcher heb je veel polymer nodig. Voor de propelled grenades heb je veel polymer nodig. Dus we moeten pinguïns killen, doen of mantissen. Ja, nee, over pinguïns gesproken, je moet ze knuppelen. Hoe grof het ook klinkt. Wat? Is dat echt zo? Dat is echt zo. Dat staat zeg maar op die Gamepedia, staat dat in de beschrijving van ja, knuppels hè, want dan krijg je de meeste polymer eruit. Oké, heb jij toevallig een knuppel geengram? Want die gebruik ik nooit, ik heb hem niet eens geengramd. Die pauperdingen die gooi ik eigenlijk altijd weg. Ik heb hier wel twee normale. Hier heb je er één. Cool, thanks. Nou, gaan we pinguïns knuppelen. Dat doe je ook niet elke dag. Ja, neem maar dan ook even wat fiber en wood mee. Dan kan je hem repairen wanneer je wilt. Oh ja, oh ja, by the way. Nou, als een presentje voor wat je allemaal aan mij geeft. Dus een canteen en dus misschien zo'n blueprint. Dat zou wel heel chill zijn. Ik zie dat jouw allosaurus best wel weak zijn, ouwe. Ja, ze zijn niet al te hoog level, dat klopt. Nee, ze zijn echt maar tegen 150 aan. En dat is ook wel een grappig iets, want ik heb gehoord dat de Griffin Riders gewoon eitjes stelen van andere YouTubers. Dus ze hebben bijvoorbeeld van Link hebben ze wat gestolen. Serieus? Ik ben zo bang dat het bij mij gebeurt, want ik heb dus echt vanaf aflevering 1 tot deze aflevering... wilde ik gewoon echt de hoogste allo's gaan temmen. En die heb ik, dat is me eindelijk gelukt nu. Ik heb twee van tegen 150 aan. Dus ik krijg eitjes van 220 of zo. Dat zijn echt insane hoog in ieder geval. Dus die hebben nogal wat waarde. En ik wil echt niet dat mensen die gaan stelen. Ja, ik heb echt pauper allo's wat dat betreft. Ik zou wel wat eitjes kunnen geven. Oh, dat is wel een idee, ja. Want dan kan je deze gewoon echt wegdonderen, for real. Want mensen zeggen zo van, ja, Link is zoveel sterker dan jullie. Hij heeft 40 allo's. Jongens, even for real. Als je één keer de twee beste allo's hebt. En als je daar één keer mee gaat breeden, nou, dan heb je inmiddels 3 of 4 allo's, dan gaat het zo verschrikkelijk snel in die productie. Dus dan krijg je in no time heb je er zo echt 100 te pakken van die eitjes. En dan heb je ook nog de beste. Dus dat stelt helemaal niks voor. Ik kan jou dus wel wat geven, inderdaad. Om onze bondschappen iets te versterken. Ja, is goed. Oké, cool. Laten we dan in ieder geval eerst de pinguïns gaan killen. Moet je even een pakje aantrekken of zo? Jawel, maar al trek ik me hier aan, is het fucking warm. Ik heb echt paarse muts en zo en blauwe broek. Hier is het echt warm, ja. Deze isolatie. Ja, oké, cool. Dan laten we naar de pinguïns gaan, pik. Yes. Oké, Don. Hier, bij de pool zit als goed is pinguïns. Klopt, ja. Dus hopelijk zijn er aardig veel. Dan zouden wij die neer kunnen knuppelen. Ik zie er al een paar hier. Laten we die meteen ik heb dat knuppelen nog niet getest. Dus ik weet niet exact hoe dat werkt. Ja, maar... we kunnen wel even het verschil testen inderdaad. Dus laat ik eerst even eentje neerknuppelen. Hoppakee, dat is deze. Krijg je eruit of niet? Ja, ik knuppel hem gewoon. Je moet hem nog een keer knuppelen dan, of niet? Ik weet niet of je moet hem zeg maar knuppelen als hij zeg maar neer is of zo. Pas op dat je die man moet niet hit. Ja, precies. Echt. Dat beest is zo fucking vervelend, jongen. Pas nou op! Pas nou op met die mammoet! Oh, ik vind het zo eng, hè. Oké, nou, dit duurt een beetje lang. Hij is ook level 140, dat zal waarschijnlijk ook wat invloed hebben. Maak hem anders dood en knuppel hem anders. Oké, ik maak er één dood en dan knuppel ik zijn lijk. Even kijken of dat werkt. Oh ja, je moet inderdaad zijn lijk moet je knuppelen. Ja, echt? Ja, 58 heb ik eruit eentje. Oké, dan ga ik nu even testen zonder die knuppel, ja? Waar zou je het meest van krijgen? Met de hakbijl of met... Met de hatchet. Ik krijg uit één beest 13 polymer, maar ja. Dan is het voor jou inderdaad veel beter. Laten we dat dan knuppelen. Gaan doen. Knuppelen. Lekker knuppelen, pik. En je kan ze dus eerst gewoon killen en dan moet je ze zeg maar uitschakelen met... Dan moet je ze knuppelen leeghakken. Als ze dood zijn. Ja. Oké. Ja, je moet ook even op het HP van je knuppelstokkie letten, want die gaat snel Die gaat achteruit. Echt snel naar beneden, ja. Oh shit, ik hak de prompt door. Nou, 21 heb ik. Lekker knuppelen hoor! Oh ja, holy shit, hier krijg je echt veel van, man. Mantissen, die werken ook heel goed hoor. Mantissen werken zeker goed. Yo, die knuppel is nu al bijna een stuk van mij. Ja, het is een primitive, weet je. Dan moeten we eigenlijk al een fucking goeie daarvoor hebben om dat te kunnen doen. Volgens mij zijn alle pinguïns dood, joh. Ja, in die grot die naast zit, zit ook pinguïns, toch? Ja, dan moeten we even naar binnen toe. Nou, de griffin kunnen we hier wel laten staan, denk ik, of niet? Oh, ja, nou, die neem ik mee, hoor. Oké, pas op voor de beren, Dom.
Ja, dat zijn klote beesten hoor. Ja, echt, die doen zoveel damage. Wil je niet eens een keer een beer temmen anders? Ja, dat is altijd al een idee geweest. Dat wil ik echt wel graag een keertje doen. Omdat ze echt ziek sterk zijn. Hey, we eerst Link even payback. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, Donnie zit er lekker wat hoor. Ja, hij zit er genoeg. Pingwins. Dus je kunt wel even lekker veel uit gaan hakken. Oké, Don, nou dit is mijn basispick. Ja, maar dat weet ik altijd goed hoor. Hey, kijk. Hier, wat, dit vind ik heel mooi dit man. Thorny Dragonloze Pilaar. Yup, er moet binnenkort een nieuwe op komen, ouwe. Ja, er moet wel even een nieuwe, ja. Nou, dit zijn mijn allo's. Ik heb er al twee en die andere die nog niet gekleurd is. Dat is het jongetje, die is, of meisje. Heb je die zelf gekleurd of waren ze zo? Die heb ik zelf gekleurd. Oh, ik dacht al. Maar ik heb die paint opgeslagen en ik wil dat eigenlijk bij elke allo gaan doen, want dat vind ik heel vet. Ja, dat is wel lit. Hé, kan je niet even zo'n hitching post neerzetten of zo? Hitching post? Zo'n hatchery? Nee, een hitching post. Een hitching post is zeg maar gewoon een paaltje. Daar kan je ze aan vastbinden met een soort lasso. Oh, echt? Wat? En dan, waarom? Ja, dan kan je ze op wandering zetten. Maar door die hitching post bewegen ze niet meer. Dus dan is de taming sneller en je hoort niet constant bom, bom, bom. Dat is echt een hele goeie. En dat ding is hartstikke goedkoop, joh. Ik kan er eentje voor je maken als je wil. Ja, ik heb er misschien meer nodig dan, of niet? Nee, eentje. Ik bedoel, je hebt er nu maar drie, weet je. Oh. Oké, nou, als jij eentje maakt, dan hoef ik hem ook niet te engrammen. Scheelt ook weer. Cool, ik ga ondertussen gauw even checken hoeveel... Oh, ik moet die organic polymer even in de koelkast duwen. Oh ja. Oh ja, hoeveel organic polymer heb jij nou in totaal? Nou, kijk maar in je koelkast. Ik heb 731 en ik had iets van 100 in de koelkast. Dus dan hebben we als goed is... Ah, flink wat. Ja hoor, 1500 polymer pick. Lekker hoor. Ik ga even koekeloeren bij mijn ding wat eitjes opvangt. Mijn egg en poop collector. Want ik heb dus nog niet gecheckt hoeveel fertilized aloe eggs erin zitten. Oh, what the fuck? Ik heb er drie, ouwe. Holy drie. Shit. Nice. Tering. Oké, yo. Die ga ik meteen uit laten komen. Even de levels checken. Dat kan je niet zien, hè. Dan moet je eerst droppen. Waarschijnlijk, want ik heb dus nu twee vrouwtjes en één mannetje. En dat is eigenlijk super chill, want vrouwtjes die kunnen dus kinderen krijgen. Is dat zo? Ja. Is dat zo? Nee, maar ik bedoel van, de mannetjes die kunnen gewoon eigenlijk gewoon in principe gewoon twee vrouwen meteen bereiden, als het ware. Dus dat is echt super nice. Je moet trouwens ook constant die dingetjes levelen, want dan krijg je ook hogere eitjes. Wat, die allo's? Ja, die moet je levelen blijven. Ja, dat doe ik ook. Ja, nee, eentje had drie levels, jongen. Ja, jongen, ik ging toch eerst naar jou toe deze aflevering. Moet met je pauperback. Jongen, nou, gaan we zo flikker dan maar op met je wraakactie, hè? De hitching post is in functie nu. Ik heb ze ernaast geplaatst. Dit is top, maar nu werkt dat wanderen ook gewoon dus. Ja. Oké, dan zie je gewoon dat de wandering nog steeds enabled is. Alleen ze bewegen niet hysterisch heen en weer. En dat is gewoon hartstikke fijn. Plus ze staan ook constant naast elkaar. Dus ze kunnen wat dat betreft heel veel eitjes creëren. Ah, dit is super chill, ouwe. Dit wist ik for real niet dat dit kon. Super lit in ieder geval. Laten wij even wat rocket launches gaan maken. Onze body armor is eigenlijk onze dino. Dus wij hoeven geen flak armor of zo. Dat hoeft allemaal niet. Gaan we lekker op onze griffin blijven, denk ik. Ja. Ik pak de organic polymer. En ja, we hebben natuurlijk ook die primitive crossbow met een rechargeable grappling hook. Dus dat is ook heel erg chill. Rocket launcher. Ik kan er natuurlijk meteen eentje bouwen. Ik kan er drie bouwen meteen. Holy shit. Dat is heel erg nice. Ik heb alleen wat gunpowder erbij nodig. En dat heb ik hier nog wel in. Gunpowder. Ik heb twee kop er nog in. Even kijken. Ik kan er ook nog 27 maken. Ah, ik heb wat meer spark powder nodig. Kan ik ook tering veel van bouwen. Holy shit. Ja, gaat lekker hoor. Oké, ik heb al lekker wat rocket launches. Helemaal top. Oh, en semantic paste heb ik ook nodig. Als het goed is heb ik dat hier ook nog wel in zitten. Twee kop. Lekker kop bijna. Ja, dan gooien we allemaal hierin. En dan gaan we even kijken. Rocket launcher. Als het goed is kan ik er wel een paar maken. Ik kan er letterlijk nog 11 maken. Holy shit. Dat is best wel veel. Oh ja, crystal. Ja, dat is compleet kut. Nou, dit is niet kut, want het zit hier in de buurt. Maar het is helemaal op. Het is echt helemaal op. Moeten we even wat crystal halen? Ik ben trouwens level up. Weer bij Fortitude lekker omhoog. Het is al 26. Ja, mijn crystal is helemaal op. Dus we kunnen het op twee spots doen. En ze zijn beide heel dichtbij. We kunnen in dat dorre gedeelte kunnen we ze ophalen. Of we gaan het in bij die artifact kunnen we ook in. Dus daar zit het ook onder het water. Maar we kunnen beter bij dat dorre gedeelte, want daar zit super veel. Ja, daar zit meer. Dus let's go. Oh, wacht. Ik zit echt bijna vol. Dus ik ga even terug. Zo, ik heb even wat shit geloosd. Onder andere mijn 300 Trank Darts. Ja, 300. Lekker weg ermee. Wat dat moet je er met weer... 300, man? Ja, temmen. Wat denk jij nou weer, pik? Ja, de Griffin stemmen.
Je hoort, Tamer Griffin. Let's go, man. Ja, ik heb wat dat betreft al 463 crystal. Hoe sta jij ervoor? Ik ben net begonnen. Ik zit nu ook al over de 100. Ah, joh, Sabertooth. Schijt bij flikker op, joh. Ik heb je toch niks misgedaan, joh. Schijt bij zo'n jongen, jongen. Opgeflikkerd. Ja, gooi het maar even lekker in de fabricator. Ja, 1500, gek. Doe even normaal, man. Ja, die 1500 is niet van mij, hè. Ik kan 42 bouwen. Nou, dat zou vast wel voldoende zijn, toch? Dat zou Oké, ik bouw er gewoon... Nou, niet 42. Ik hoef niet zoveel, hoeven we niet, denk ik. Hé, Arm, waar heb je waterkraan staan? Ik heb dorst, joh. Heb ik hier niet, pik. Je hebt geen waterkraan. Nee, tuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen, joh? Er zit hier letterlijk een pontje naast. Daar kan je water uit halen. Oké, ik heb 31 gemaakt. Nou, dat zou wel voldoende moeten zijn, denk ik, voor eerst. Jawel. Ik pak 2 rocket launchers. Ik pak de helft van de kogels. Jij mag de andere pakken, want dat zit allemaal in de fabricator dus. Okay. Ja, dan grenades. We hebben sowieso de grenades erbij nodig, want die gaan we echt heel veel gebruiken. Zo, 20 en dan pool. Hoppakee. En dan nog een keer pool. Oh nee, zoveel heb ik er niet. Nou, ik kan er in ieder geval 20 zo maken. Dan moet ik even wat andere shit nog even fixen. Oké, Don, ik zou zeggen, fix er even je armor. Die van mij is echt een heel klein beetje gedamaged, maar ik doe het toch maar even. Ja, hebben we fur nodig? Het is gewoon een standaard protectie. Ik doe het gewoon lekker aan. Het ziet er ook gewoon leuk uit. Ja, maar het is niet echt denderend koud bij Link. Nee, oké, dat valt mee. Nou, die crossbow, die zou ik wel echt repairen als ik jou was. Want die zou je veel kunnen gebruiken, hoor, dat ding. Ja, zeker. Oké, er zitten nog 10 grenades in. Ik pak de helft er wel van. Pak jij ook nog maar wat? Nou, we hebben fucking veel shit, ouwe. Holy shit. Oh, daar komt... Yo, hoe kom je aan die sikke fur, ouwe? Ja, loot droppies. Ja, veel loot droppies. En dat moet ik ook echt doen. Dat is veel beter. Ja, daarom kreeg ik het zo pleuris warm. Omdat gewoon die isolatie van echt deze shit zo goed is. Ja, tering. Nou, lekker bezig, pik. Wat, huh? Heb ik dat ding nog niet geriepen? Oh, ik heb een andere boot. Ja, komt hij met die dikke apprentice crossbow lekker, hoor. Ja, hoor. Nou, ik ben ready. Ik zal vast zeggen, reload je rocket launcher vast. Oh, dit is zo lang geleden dat ik zo'n rocket launcher heb vastgehouden. Het voelt fijn, hè? Nou, dat voelt niet zo fijn als je net zo dik op een kop Nee, oké. Niet maar, als je op me afmikt. Maar te zien, is het wel fijn. Yep. Oké, wacht. Ik ga trouwens nog heel even checken bij de Allosaurussen. Want die... Ja, ze zijn al die uitgekomen, pik. Holy... Dit zijn 200 plus, joh. Ja, dat zeg ik. Ja, ga maar. Oh nee, kut. Sluikreclame. Ja. Kut. Ja, dat hou ik er lekker in, hoor. Oh, lekker. Maar waarom zit ze in de grond? Harm. Nou, ze zitten in de grond. Ik weet het niet. Wacht, ze moet even wat eten hebben. Wacht. Oké, waar wil je ze hebben? Zet ze maar gewoon bij die andere. In het hok. Ja, oké. Ja, er blijft er één staan. Dit ziet er zo dom uit. Dat is zo'n dik ding op je nek gewoon. Ja, ik pak die tweede of die derde vervolgens wel. Oh shit, hij staat nog following Harm. Ja. Oké, zo. Yes, cool. Ik gooi hem hier ook af. Zet hem even op Disable Wandering. Ja. En op Passive. Ja, dat kan je zo direct zelf doen. Ja. Mijn Griffin heeft dus nog super veel vlees. Dus daar pak ik gewoon alles even uit. En die beesten hebben wel snel vlees nodig, anders gaan ze dood. Nou, hij wil alweer 3 erbij houden. Holy shit, dat zit wel op 6. En dat gaat lekker. Zo kan je wel even een legertje pompen van 200 plus. Yep. Maar ze zijn al juvenile, hè. Dus ze eten al uit de bak. Dus je hoeft het niet in je inventaris te doen. Oh ja, voor de zekerheid doe ik het toch maar even. Want ik weet niet, ik vind het altijd wel een beetje raar en eng hoe die dingen gaan. Is goed. Doe me zo. Ze is nu al juvenile? Holy shit. Gaat super snel. Cool, ja. Ik wilde ook nog zo'n hatchery gaan bouwen. Dat kan ik in principe de volgende aflevering wel even doen. En nou, ze hangen nog een beetje in de lucht. Het is een beetje gebeukt. Maakt allemaal niet uit. Dan ga ik even al het vlees in de voederbak gooien. Daar zit echt nog steeds super vlees in. Spoiltime is trouwens wel ook wat slomer in zo'n bak, lijkt me, of niet? Want echt, het zit al zo lang in het vlees. Ik heb echt 20.000 in, jongens. Ja, maar er gaat elke keer maar eentje af, hè? Ja, precies. Dat is het hem, ja. Ben jij ready, door? Ik ben ready to rumble. Ik ook. Ik pak de granaten er trouwens ook even bij. Je zit je qua eten goed, qua drinken goed. Ja, ik heb een volle canteen en 60 plus vlees, dus ik red het wel. Prima. Nou, dan zou ik zeggen, laten we langzaam een beetje linkse kant op gaan. Let's go, man. Ik zie daar een mooie paarse drop. Dus even kijken of die al beneden is. Want ja. Open, hoor. Paarse drops zijn echt super goed namelijk. Dus ik ben wel benieuwd, hoor. Ja, ik heb een paar tegenvallers uit paars gehad, hoor. Ja, ik ook wel, hoor. Maar, een griffin. Ja, pas op. Een 130. Dat is wel dat is hoog, hoor. Dat is hoog. Oh, ik heb een ramshackle pike. Oh, dat valt wel mee trouwens. Dat valt Ja, ik dacht even groen, dat ik... groen, toch? Ja, dat... Oké, weet je wat? Ik drop hem ook. Nee, ik drop hem niet. Maar ik heb ook een blueprint silencer. Daar heb ik ook al zoveel van. Zo'n fuck it. Gewoon droppen, weg ermee.
heb je niks aan. Jongen, jongen, jongen. Oké, Don, weet je waarom het regent? Gewoon een droevig zweetje alvast. Ja, het is wel helemaal droevig. Oké, hij heeft tering voor allo's. Echt de meest weak allo's die ik ooit heb gezien. En hij is wel beter dan voor jou, maar ja, die voor jou is ook echt verschrikkelijk. Hij heeft een Yuti Ranus heeft hij ertussen. What the fuck? Heeft hij de... Oh ja, die heeft hij ertussen gezet. Waarom dat nou weer? Hij wat heeft er twee. Ping-wing. Oh, en hier heeft hij als goed is een Hatchery. Ja, die heeft hij mooi ingepakt hoor, want daar zitten al zijn eitjes waarschijnlijk in. Die moeten we openbreken, ouwe. Ja, maar dat kunnen we met de Rocket Launcher. Of gewoon... Ja. Wacht, deze dingen staan toch op aggressive? Lijkt me. Ja, nou, ik kan wel wat even gaan nou zitten. Wat als we ze lokken, zeg maar, naar dit hoekje toe? Pas op! Kijk, ja, precies. Lok ze dan naar dat hoekje toe. Ja, en dan gooien we... Jordino, nee, kut! Oh shit, die Yuti, ja, die gaan we natuurlijk zo... Ja, die schreeuwt. Slim. Maar wat is die debuff die jij hebt? Je hebt een paarse straaltje om je heen. Ja, precies. Dan is mijn dino niet meer onder controle, hè? Oh, dan moet je blij dat zijn. Is het. Oh, ja, wat? Lokken. Wat de ouwe! Sexy beest, wat de fuck heeft die? Hij heeft een Giganoto. Hij heeft een Giganoto, deze gek! Ja, hij heeft er niet één, hij heeft er twee. Ouwe, wat de heck, Link? Oh. Oké, dit is teringdruk nu al. Ouwe, ik sta even veilig hoog en droog, hè. Jij wurmt er tussendoor als een geval. Maar weet je wat? Ik pak mijn Griffin op. Oh nee, die pak ik trouwens niet op, want straks ga ik met de Rocket Launcher knallen en dan gaat het verkeerd. Ja, precies. Dus ik zet hem hier neer, hier staat hij in principe veilig. Ik ga er bovenop zitten. Heel slim dat je dat zei inderdaad, dat we mooi tegelijk ook op die Hatchery kunnen knallen dan, of schieten. Ik ga op die poort klimmen, Pip. Ja, ik word hier een beetje bang van. Ja, zet die dino neer. Die dino moet je niet gebruiken, want dat is dus zijn strategie. Van als hier iemand komt... Waar ga je op schieten? Ja, ik sta hier boven op de poort. Oh, ouwe, ik vind het zo eng, joh. Oh. Ja, wacht even hoor. Ik ga hier mijn Griffin dus even niet neerzetten, hè? Nee? Nee, ik zet hem iets verder weg. Ja, oké. Ik ben er iets bang voor. Ja, maar okay, ouwe... Nee, wacht. Voordat je schiet. Ik ga niet schieten, hoor. Ja. Nee, oké. Als jij granaat gooit, de poort waar jij nu op staat, die damage je dan ook. Met als gevolg dat ze compleet naar buiten rennen en dus je rainbow ook naar de pauper gaat. Dus zet even je rainbow op dit temhok dat neer. Dat is een hele goeie, ja. Maar dat ding heeft wel 20k health, maar inderdaad... niks mee te maken, we weten niks meer. Dit escaleert. Oh, ouwe, die giganoto's, wat de heck? Ja, die zijn het is zo teringdruk. Ik word nu al helemaal lijpen, jongen. Je krijgt toch spastische aanvallen van als je hier woont? Kijk, helemaal onder controle. Volgens mij zet hij gewoon het geluid uit. Ja, dat denk ik dan ook. Maar oké, weet je wat? Don, laten we ten eerste die alles gewoon even allemaal uitroeien. Ja. Hè, want die beesten, tering vervelend. Laten we lekker de opklimmen. Ja, dat gestampt, dat wil ik niet meer horen. Nee, zullen we een paar granaten erin mieteren? Ja, laten we... Oké, jij staat bovenop, ik sta bovenop. Ja. Ben je ready? Ja hoor. Oh, wacht, doe even een grappling hoek gewoon aan de bovenkant voor het geval dat je eraf valt. Dat is een hele goeie. Don, wat heb je een goeie idee? Ja, ik wil gewoon hier niet invallen en doodgaan. Ja, want als je hier één keer indondert, je bent weg. Je bent echt sowieso weg. Oké, you ready, man? Ja, in 3, 2, 1, go. Oh nee, shit! Ik stuit hem hier op! Dat maakt niet uit, hij stuit hem naar beneden. Wow! Ouwe, wacht even. Nee, dit gaat fout. Je grapplinghoek is weg. Ja, dat weet ik, omdat ik niet naar voren kon. Ik moet hem even wat langer maken, de touw. Want die granaat, die stuit er hier op, hè? Ja, klopt. Je moet wel een beetje oppassen. Oké, juist. Oké, komt ie. Gooien. Kut, bijna stuiten hier weer. Ja, dat is echt kut. Pas op. Oh, holy shit. Oh, ouwe, oh shit. Holy shit. Het hokje is open, of niet? Nice. Ja, gooi maar. Ik weet niet. Het lijkt me heel sterk dat hij nu al open is. Gooi gewoon, Don. Ze moeten door. We moeten allemaal dood. Ze moeten dood, Pip. Oh mijn god, de getallen! Even stoppen! De trilling! De trilling is te insane! Ik tril er bijna af! Holy shit! Oké, ze zijn... Is er nog steeds niks dood? Hé? Oké, ga door! Doorgooien! Oh, ik ben zo bang dat ik zo door de trilling afdonder of zo. Dit is zo leuk om te doen! Waarom gaan ze niet dood? Waarom gaan ze niet dood, joh? Oh, ze hebben echt maar maximaal 5 keil. Oh, je erachter bloedt dus al helemaal. Ja, nee, okay. Maar hoe heet het? Dit zijn granaten, hè? Dat is structure damage. Op de dino's doen we echt maar 200. Oh, daar gaan ze al. Oh, op de dino's doen ze niet zoveel, dus oké. Nou, gooi, pomp die dingen lekker door, zou ik zeggen. Oh, we hebben er nog maar 2 gekilled. Hoe cute. Wacht, ik ga even... Don, ik pak het even wat anders aan, Pik. Ja, pas op dat je niet op je poten schiet, hè? Ja. Ik zie hem!
Hou nu even op. Je stuit het ze gewoon lekker via. Ja, nee, maar dan loppen ze fucking mooi. Oké, okay, ik ben zo bang. Ik durf niet van deze poort eigenlijk te knallen. Om heel anders even op dat muurtje links van je staan? Of is dat net te laag? Ja, ik denk net dat het te laag is. Oké, ik moet helemaal op het hoekje. Dan durf ik het misschien wel. Zal ik het proberen? Ja, hang er anders naast met je grapplinghoek. En dat je hem zo hoog mogelijk hebt. En dat je dan hangt en schiet. Zo, wish me luck. Trek jezelf in. Oké, goed. Ja, maar ouwe, dit werkt. Weet je zeker dat dit werkt? De poort is open. Ze zijn al buiten. Serieus? Ja, die poort is juist uitgebroken gewoon. Oké, ik ga het proberen. Ja, zal ik het proberen, Don? Nee, ik durf het niet. Ik denk als ik nu schiet dat hij meteen ontploft. Ja, je moet even afstand behouden. Wacht, kunnen we niet gewoon schieten van buiten de poort? Ja, dan vallen ze ons aan. Ze hangen letterlijk onder mij. Als we ergens anders heen gaan, worden ze helemaal lijp. Oh ja, dat is wel zo. Oké, zal ik het gewoon proberen, Don? Ja, go for it. Ja, het werkt! Ja! Oh! Het werkt! Helemaal top! Oké, ik ga het nog een keer proberen. Oh ja, het werkt! Ik ga dood! Nee, Don! Ik heb het net overleefd, ouwe! Ik ben dood gegaan! Oh! De spullen zitten er nog, Harm! Ja, nee, die zitten in één van die allo's! 100% ja, hoe kut is dat? Er zaten tering veel explosives in. Ouwe, ze hangen allemaal onder mij. Ik ben zo bang. Zal ik ze weglokken, pik? Ja, oké, ik sta op de poort. Oké. Don, help me. Ja, ik kan pas respawnen in 20 seconden. Plus, dan moet ik ook nog even komen aanvliegen. Yep. Oké. Ik ga ze wegleiden. Zal ik ze weglokken? Ja, is goed. Ouwe, ze zitten me allemaal achteraan. Allemaal. Maar ik heb geen spullen meer nu, hè? Dus ik moet eigenlijk weer even opnieuw maken. Yep. Ik weet niet welk beest jouw spul heeft. Het zijn zoveel, het zijn er te veel. Ja, dat verdwijnt te gauw, joh. Oh, your dino feels uneasy. Oh, maar er gebeurt niks. Hij draait niet rond, dus daar ben ik heel blij mee. Misschien heeft een griffin wat weerstand er tegen of zo. Geen idee. Zou kunnen. Maar ouwe, ik heb hier echt 20 achter me aan. Oh shit, ik ben geraakt. Oh shit, oké, hij begint te schreeuwen. De UT begint te schreeuwen. Ja, daarvoor moet je oppassen. Ja, ik ben echt bang. Oh, ouwe, dit is zo insane. Dit is zo insane, dude. Holy shit. Oké. De kans is best groot dat een van deze dino's jouw spul heeft. In zijn inventory. Dus dat is heel kut. Ik heb dit echt eerder ook een keer gedaan. Toen liet ik ze allemaal van deze waterval flikkeren. Ik ga dat nu weer doen. Ja, ik maak mijn basis even een paar nieuwe granaten. Holy shit, daar gaan ze. Ze flikkeren allemaal door. Holy shit. Al die allo's. Al die allo's. Ja, en de UT gaat ook. Oh, ze zijn allemaal naar beneden gedonderd. Oh, wat sad. Ze zitten me allemaal achterna. Oh. Oké, nou, ze zitten hier lekker in het water. Ja, hier ditch ik ze gewoon, weet je wat? Die scheidbeesten. Fuck ze. Ik laat het zo lekker. Ik ga back to Link. We gaan gewoon doorzetten met die raid. Oh, maar kon je net niet wegkomen of zo? Oh, ik zat midden in de pack. Ik kwam er echt niet meer uit. Oh, in één keer die poort zakt in. Ja, ik schrok me dood. Daar had ik nog voor gewaarschuwd, maar ik dacht, je raakt die poort niet. Nee, ik wist het ook niet precies wat het zat, want ik kon het heel moeilijk volgen door al die... Oh joh, dikke rampage jouwe. Ja, het zijn nog wel flink wat allo's, though. Ja, er zit een gat in. Hoppakee, helemaal top. Oké, ze zijn allemaal weer boos op mij. Dat vind ik wel mooi. Ik lok nu al die anderen weg. Ja, in twee groepjes doe ik het dus. Ze moeten nu even boos worden. Ja, en ze zijn boos. Oh shit, allo's, kom maar mee. Ah shit, er zitten we één in. Oké, ik heb even een outfitje gemaakt en even... Ik heb ze... Ja, oké, cool. Ik heb ze stroomcircuit helemaal doorbroken hier. Eén tikkie en het was allemaal stuk. Yo, ik kan ze ook gewoon killen, hè? Wat, de allo's? Of de giga's? De griffin, ja. Ja, met de... Ja, ik kill ze gewoon! Ik doe gewoon die attack steeds, ik vlieg er bovenlangs. De giga's? Nee, de allo's. Oh, ik dacht al, ja, ik schrik me. Nee, ik wacht lekker met die gigas tot jij er bent. Oh ja, ik kill ze easy, ouwe. Holy shit, dat dat zo makkelijk is, joh. Ja, maar pakken ze je niet? Nee, ik vlieg er steeds net mooi overheen. Dus ik heb bijna vrij spel hier gewoon. Die hatchery kan ik zo slopen. Ja, is die hatchery inmiddels niet al stuk, joh? Nee, die leeft nog. Die hatchery is nog intact. Ja, meen je? Yep. We hebben zoveel spel erop gegooid. Eén zo'n metal ding is pas kapot, dus ja, hij is nog niet stuk. Hoppakee, yep. 3 dode allo's. Helemaal top. Ik weet niet of ik toevallig jouw spul bij me heb. Nee, ik heb het niet.
Nee, oh, maar hier ligt wel een zakje. Hier ligt wel een zak en hier liggen ook allemaal eieren, joh. Oh, dat zijn gewoon normaal eieren. Dit zijn niet. Oké, hier ligt een zakje. Nee, is een allosaurus zakje. Wacht, zit jouw spul erin? Nee. Ah, kak. De hatchery. Even koekloer. Ik ga er even in kijken. Ja, ik kom nu net weer aanvliegen, dus ik weet even niet wat er gaande is. Nou, kom maar. Ja, je ziet het vanzelf. Zijn alle allosaurussen weg? Ja, ik heb de helft heb ik weggeleid. Die zijn allemaal weggedonderd in ergens in een bij een dinges naar beneden. En de andere heb ik allemaal gekild. Dat komt blijkbaar ook heel makkelijk. Dus, wat? Ja, we moeten even dit ding sloop houden. Dus ik gooi even wat granaten naar binnen. Want die hatchery moet stuk. Ja, oké. Ik ga niet met je meedoen voordat ik weer dood ga. Knik er even twee in, dan loop ik weg. Wow! Oh, ik gooi de prongeluk. Je gooit er nog één. Ja, prongeluk. Oké, is hij stuk? Nee, nog niet. Nee, hoeveel HP heeft het hok, joh? Ja, echt, tering. Oh, die hatchery is bijna stuk. Oké, okay. Ik miet er even. Ik zit er nog één vast. Help, wacht even. Ik gooi er één, hoor. Oké. Okay. Yep, nou, dit moet voldoende zijn. Come on, man. Hoppa. Ja, die hatchery is nu wel stuk, hoor. Hoeveel uitjes zouden hier nu wel niet liggen? Oh, oké, er ligt een tasje. Wat zit erin? Dude! Dit zijn allemaal fertilized. Maar ja, allemaal nee. Fertilized. Ja, maar dit zijn allemaal kut levels, joh. Ja, allemaal shit. Nou, ik heb wel trek gekregen, hoor. Ik heb wel trek gekregen. Ja, zullen we gewoon gaan eten? Oh, heerlijk. Lekker maaltje. Oh, dit voelt zo goed. Oh, dit voelt echt als caviar voor mij. Gewoon fertilized allo's eggs, dat is gewoon caviar. Oh, heerlijk. Nou, laat ze maar lekker liggen, dan hebben ze direct nog wat voedsel. Ja, oké. Ik wil jou, ik laat anders die allo's wel even zien. Misschien kunnen die anderen ook wel even op een of andere manier gaan doden. Want anders leven die nog en wie weet haalt hij ze ooit terug. Breng me op je Griffin, we hebben alle tijd van de wereld. Dus we hebben dit mooi gecleared nu, dat is super chill. Ja, ik kon ze beter afmaken als ik wist dat het zo makkelijk was. Ze hebben echt heel weinig health dus. Oh, kijk eens links. Wat? Links, bij die waterval. Yo! Wacht eens even. Zullen we je op die allosaurus gooien? Dat beest? Ja, hoe dan? Kan hij for some reason boos worden erop? Wacht, ik tik hem aan. Nou, dan moet je hem lokken. Oh! Ja, hij is boos. Pas op. Ja, hij gaat. Ja, oké. Hopelijk attackt hij dan die allos. Dat zou ik zo chill vinden. Dat zou dan zijn ze allemaal dood. Ah, shit, hij zit tussen die bosjes. Dat is echt irritant. Hij attackt mij niet. Oh! Ja, oké, hij gaat nu waarschijnlijk door al die bossen heen. Pas op. Oké, waarschijnlijk gaan al die bomen nu neerhouden. Oh, daar komt hij. Ja, ik zie hem. Daar komt hij dan. Lok hem langzamerhand die kant op. Daar komt hij. Oké, we moeten ervoor zorgen dat zo'n allo dat beest attackt. Ah, shit, hij draait. Maar ze staan op agressief. Nee, ze staan. Nou, ja? Ja, tuurlijk, dan attacken ze hem waarschijnlijk, of niet? Ja, dus even die titanosaurus moet even dichtbij genoeg komen. Pas op. Ja, maar hij en dan, als het goed is, als hij in range komt, gaan ze hem aanvallen. Ja, goeie. Dat zou ik zo nice vinden, ouwe. Maar kan je niet een soort pijl schieten op die, hoe heet het? Allo's. Dat ze ook die kant op komen. Ja, even kijken hoor. Wat gaat dit beest doen? Hij moet naar mij komen. Hij gaat steeds de andere kant op. Even koeken hoor, of dit werkt. Nou, waar gaat het beest heen? Schiet even een pijl op die allo's dan. Of lok ze op een of andere manier. Ja, lok ze. Oh ja, je moet ze gewoon attacken. Dat was het gewoon. Ah, dan staan ze op neutral waarschijnlijk. Ik heb lok ze deze kant op. Ze doen niks, ouwe. Ze doen echt niks. Wat? Jawel, 185 zag ik. Ze volgen me niet. Ja, maar ze volgen me niet. Ze blijven hier zitten. Misschien omdat ze niet kunnen zwemmen? Jawel, ze kunnen zwemmen. Oké, we kunnen ze proberen te killen. Dan moet je heel rustig zijn en heel langzaam boven ze vliegen. Probeer het maar eens. Hartstikke ja, lekker! Kill je een Sabertooth Salmon. Hier, hoppakee! Oh nee, het zijn allemaal Sabertooth Salmons. Hoppa! Ah, juist! Levels! Hoppakee! Ja, echt levels, hè? Oh, de Yuti is ook bijna dood. Hartstikke idee! Als je één keer het water aanraakt, ben je weg, hè? Dat ja, je ja klopt. Je moet er echt ruim overheen gaan. Yep. Hoppa! Hoppa! Lekker hoor. Ja, lekker level is dit, man. Zo. Mijn Griffin heeft er 5 levels bij, joh. Holy shit, die vijf nog een nul. Ja. What the fuck? Nou, die Titanosaurus, dat gaat waarschijnlijk niks worden, denk ik. Nee, het was wel een leuk idee, maar te vergeefs. Hey, ja, blijf daar. Laat ze eerst op het land. Dan doe ik een attack. Dan zijn ze misschien wel in. Ga ik een tikkeltje hoger, hoor. Oké, ze zitten allemaal in een pack. Hoppa! Oh! Holy shit, dude. Is die Yuti, die is al dood, of niet? Ja, ik weet niet. Is in de chaos. Oh shit, ik ben git.
Oh shit, oh, okay, ik ben... Ja, ik ben geraakt. Dan moet je gewoon echt letterlijk de hoogte ingaan. Ja, precies. Oh, ze attacken nu zo'n beest. Oké, je kan ze nu heel makkelijk killen. Ze zijn in één pack inderdaad. Ga het doen. Ja, doe het doen. Doe het doen. Oh, lekker ouwe. Hop. Hoppa, lekker hoor. Ho, huh. Wat? Ik heb mijn spullen terug. Nee, jij hebt wel, hè? Ja, oh, hij zat zo in. Nice. Ik heb al mijn spullen terug. Ja. Het gaat zo goed, dit plan, ouwe. Het gaat echt goed. Ja, want ik dacht, hij zit in één van deze allo's. Hoe leuk is dat? Ja, nee, maar dat betekent dat ik ook die rocket launchers weer heb. Yo, zo chill. Ik ga even mijn melee damage van het beest upgraden. Oh, er zijn nog een paar over, ouwe. We moeten echt dat lijntje van al zijn allo's uitschakelen. Gewoon, dat hij gewoon niks meer heeft. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Yep, het is echt, dus... hoeveel staan er nog? Ja, hier staat bijna niks meer. Die Yuti is ook al dood, volgens mij. Maar beter het zekere voor het onzekere. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou, die zijn allemaal dood. Of niet? Zijn ze allemaal dood? Ja, ik zie er geen enkele meer. Hoppakee, nou, dan... Dat was dat. Als het goed is, is dit alles, ja. Zullen we even terugkeren naar de basis? Ja, want daar zijn ook nog flink wat allos in zijn eigen basis, zeg maar. En het grootste probleem eigenlijk nog, die giganoto's, ouwe. Ja, holy hoe shit. We dat gaan doen, geen idee. Maar we kunnen het ongeveer op dezelfde tactiek aanpakken. Gewoon granaatjes mieteren. Maar ze zijn pleures groot, hè? Oh, by the way, Don... Zeg het eens. Wacht eens even. Ik heb ooit een keer, want ik vind het beest super chill. Het is eigenlijk een endgame beest. Het is eigenlijk de beste vechtersbaas in heel Ark. Ja. Ik heb ooit gelezen of zo, dat ze op een gegeven moment rode ogen kunnen krijgen. En dat houdt zeg maar in dat ze agressief zijn. En dat ze dan gewoon compleet wild zijn. Dus ze zijn dan in principe gewoon niet meer getamed. Ze zijn dan wild en ze killen alles om zich heen. Als dat klopt, als dat echt zo waar is... Oh, dan zou dat los zien te krijgen. Precies, dan zou dat betekenen dat ze alles verwoesten. Hey, maar we hebben nog rocket launchers. Dus als we die muur weten open te breken, dan doen we die muur moet open, zo'n beest moet naar buiten inderdaad. En dan zouden we hem inderdaad rode ogen kunnen laten bezorgen. Dat zou heel erg chill zijn. Maar tot die tijd, ik zie nog wat allo's rechts tegen de muur. Die probeer ik even te killen. Ja, pas op hè, want in dat hok zit ook nog plant X. Hoppakee. Ja, oh ja, daar zit de plant X, hè? Ja, hij heeft geen turrets, gelukkig. Hey, weet je wat we doen? We breken gewoon die muur open. Laat hij die giga lekker wild rondlopen. En die valt uiteindelijk die allo's wel aan. Kill eerst die allo's hoor, want die zijn zo vervelend en agressief. Hoppakee. Pas nou hoppakee. Op. Ja. Komt goed. Oh shit, Don zit vast! Oh nee, ja, ik ben los. Okay. Pas nou op, joh. Ja. Ja, ik word zo bang van je. Hoppakee, ja, ze zijn allemaal dood, allo's. Ja? Yes, oké, ja, nou, dan zijn we in ieder geval af van die aggressive beesten van hem. Wat we ook kunnen doen is vanaf de poort, dat we weer bovenop de poort gaan staan. Ja, en dan juist. Vanaf daar schieten. Ja, en dan inderdaad even weer de Griffin hier inzetten, die staat hier wel veilig. Oké, wat is het zwakke punt? Ik zie het zwakke punt, Harm. Wacht. Kom hier! Wacht, yes. Zie je dat kleine deurtje, dat personendeurtje? Onder die trap bedoel je? Bovenop die trap. Ja, oh, die, alles, ja. Kijk, want daar moet je een doorframe neerzetten en alles daarboven, dat is dan zeg maar kleine muurtjes. En die zijn wat dat betreft hartstikke zwak, tenminste als ik het goed zie hoor. Metal wall. Dus we zouden daarop kunnen schieten inderdaad. Ja, dat zijn kleine metal walls inderdaad. Die hebben minder HP, want die large metal wall die heeft 120k. Maar al die kleintjes, die hebben 10k. Oh ja. Oh, zijn het kleintjes allemaal? Dat zijn allemaal kleintjes daarboven. Oh ja. En de deur zelf heeft 62. Ja, ik zie het. Die andere metal wall heeft 120.000. Klopt, ja. Deze, dus juist. Dat is de plek waar we moeten schieten. Juist. Goed plan. Are you ready? Wacht even. Voordat we gaan schieten, we hebben al heel veel gedaan. En ik denk dat heel veel kijkers inmiddels al super boos zijn. Jongens, ik heb het zo vaak gezegd. Wie aan mijn Tory Dragon komt, die is gewoon van mij. En dus ook van Don. Dus punt, hij heeft het gewoon geflikt. Hij wilde gewoon solo met ons. En hij heeft het van de vorige keer blijkbaar niet geleerd toen ik hem had geraid. Dus deze link is voor jou, motherfucker. Wat? Oh, de poort. Huh? Je hebt de poort. Poort. Wat nou als ik er nu weer heen schiet? Ja, pas op hoor. Ja, eerst moeten die beesten even weg. Die giga's moeten even met die gigasmoel even aan de kant. Yep, inderdaad. Ja, je moet sowieso wat shots overhouden voor die giga's, hè. Want die moeten natuurlijk ook wild worden. Fuck it. Oh, je raakt dat ding, of niet? Je raakte de... Ja, je raakte niks. Oh shit, dan ging die damage indicator niet. Ja, juist. Oké, lekker. Maar ouwe, wacht even. Dit plan gaat een beetje fout. Hoezo? Want wat nou als we het openbreken... En ze komen er uitstormen. Ja, wat dan?
Nee, ja, ze staan nu toch op een hoger platform, dus ze komen hier niet bovenop. Wij staan hier veilig. Ze kunnen jou hier tikken, denk ik hoor. Denk je? Denk je niet? Ik denk het eigenlijk wel, dat ze hier bovenop jou kunnen... Ja, we kunnen het erop wagen, maar... Ja, okay, anders kan je nog terug grappling hoeken. Hoppakee. Als het goed is, is die nu open. Nee. Ja, het kleine deurtje, ja, de deur, bedoel ik, ja, oké, okay, dan schieten we het nu er vlak boven. Ik jas er eentje in. Oh, juist. Ja, ik miet er wel lang, even een granaat heen. Ja, granaat... Hoppa. Oh, goeie. Kunt die kaart staf. Nou, doei. Okay, gooi je hem erin. Die Megatherium is voor jou. Oh ja. Hé, ja. Uppa. Die gaat naar binnen. Oh, ja, die gaat naar binnen. Lekker hoor. Hoppa, oké. Ik jas hem wel gewoon in het midden. Yes, oké, nice. Oké, we hebben waarschijnlijk meer propelled grenades nodig. Dat had ik niet verwacht. Maar de rocket launch hebben... Ja, ouwe. Dat doet zo weinig. Ja, het doet echt weinig. Oh kut, de trap is stuk. Ja, ik zie het. Ouwe, schiet dan gewoon op dat ding erboven. We moeten ze eruit laten komen. Oké. Ouwe, we hebben propelled grenades nodig. Die zijn er nu alweer heen, joh. Ja, ik heb er nog een paar, maar... Ik heb er ook nog eentje. Hij is open. Hoppa, doei plants. Oh, ja. Nou, ik ben erheen. Ik heb nog wel wat granaten. Die kan ik wel van een beetje mikken. Ja, ik heb er anders nog wel 4 propelled voor je. Of 3, sorry. Nee, ja, schiet maar lekker, joh. Schiet maar lekker. Okay. We hebben er meer nodig. We hebben sowieso meer nodig. Oh, ik gooi ze perfect naar binnen. Ja, dat is genoeg ruimte nu. Alleen ik vraag me af hoeveel breedte heeft zo'n giga nodig om naar buiten te gaan. Ik denk dat hij 2 al genoeg heeft, eigenlijk. Ik slok me even de dooddiefers daar. Ja, precies, want de poort staat open en we hebben geen propelled grenades meer. Dus we Ik heb er nog een paar. Ja, beter halen we even wat nieuwe en dan knallen we even goed. En dan kunnen we ook tenminste dat beest boos maken, als het ware. Ja, oké. Okay. Oké, beter. Ja, nee, het is nog niet... pas al is het echt donker, echt een hele donkere tint. Okay. Dan pas gaat hij open. Yes. Oké, zullen we even regroupen en even wat grenades gaan halen? Yes, even regroupen en dan komen we zo weer terug. Oké, we hebben nu dus 21 propelled grenades bij ongeveer, zoiets. Ja. En misschien moeten we nog wat grenades erbij maken en dat kunnen we weer door. Ja, ik heb van mijn lijk opgepakt, dus ik heb er nog meer dan 50. Oh, oké, cool. Hey, Aram, leuk mapje heb je hier. Oh ja, dat is trouwens wel even leuk, want ik wilde dat zij de kijkers, of kijkers hebben van, yo, ga van iedereen zijn basis, die moet je even aangeven waar dat zit. Dus als jij exact kan laten weten waar je zit, dat kan even met blauw kleurtje, wacht, dan geef ik even blauw. Geef mij eens even blauw. Donkerblauw of lichtblauw, de Cyan of... Doe maar donkerblauw. Dan geef ik jullie even tijdelijk, die wil ik wel terug hebben. Ja, tuurlijk. Oké, hoe werkt dat precies? Ja, gewoon erop slaan en dan moet je... Dan met mijn kwast. Ja, met je kwast erop slaan en dan kan je, als je shift ingedrukt houdt, kan je iets groot zetten, maar je kan ook gewoon klein tekenen. Je hebt het geel getekend, je moet even die blauwe kleur erop slepen. Je hebt het geel getekend. Oh, sorry, Pik. Ja, ik dacht al, wat is dat voor geel kleurtje? Ja, nu zie ik hem. Ja, nu komt hij. Maak hem wel iets groter anders. Ja, teken maar iets eromheen, dat heb ik ook gedaan, zodat je het goed ziet. Kijk eens, daar zit ik, Arem. Super chill. Was het Link? Oh nee, dat maakt niet uit, hij zit nergens meer, maar hij is weg. Nee, hier neem je verf ook. Ik ben ready, Don. Let's go. Deel 2. Zijn we weer, Pik. Oké, nou, ik zou zeggen, we gaan verder waar we gebleven waren. En we kunnen ook gewoon even van de 4 knallen, hè? Ik zou nou niet... Yo. Ja, zet dat ding nou even erboven in die Ankylo valtje aan. Die Ankylo, die mag een stikken, joh. Hier, hoppakee. Poepmuts is al dood, zijn dunkbier, waar hij toch helemaal niks aan heeft. Maar die Ankylo, die valt mij aan, dus ik mag hem doden. Ja, dus zelfverdediging. Help even mee dan, Don. Ja, flikker toch op. Ik wil die giga's eruit knallen. Hoppa. Nou, 248 scheidbeest. Die is weg. Ik zet mijn Griffin hier weer even op. Geen genade, Don. Are you ready to rumble? Ik klim er even op. En dan ben ik in principe wel weer ready. Ja, vergeet yes, even, okay. Je grapplinghoek niet op de poort. Ja, dat is een hele goeie. Gaan we... Zie je dat zwarte deeltje daar bij dat gat? Ja, daar moet een beetje gaan knallen. Daar moet je op schieten. Ja. Wow! In één keer is het vet impressive, we hebben net al 40 keer geschoten. Ja, maakt niet uit. Misschien kunnen... Oh, ze kunnen denk ik al onderdoor zometeen hoor. Ja, ze kunnen er onderdoor als we dit zo. Ja. Dus die bovenste hoeven denk ik niet eens. Oh, ik ben zo bang dat hij in één keer al... Ja! Oh, Don! Oké, oppassen. Oké, is het echt Harm, let op. Ik ga hem op die ene bovenste schieten, waar die ene rechter op staat. Dus ze zijn pissig, ze let op mij. Ze ruiken mijn bloed, Harm. Ik schiet op dit ding. Oké. Oh, damn.
Oh nee, als ze eruit zijn, dan moeten we eerst onze Griffin. Misschien is dat wat het beste is. Oh shit! Oh shit! Ja, ik ben er bang voor hoor. Eigenlijk, na elk schot moeten we gewoon even met de grappling hook paraat staan. Yep. Oh damn, ja, maar ze staan ook nu paraat naar ons toe, hè? Ze bewegen niet meer. Nee, ze zijn... ja, omdat ze er bijna... Nee, oké, daarboven moeten ze wel boven raken, denk ik. Ja. Oh! Oh! Oké, wacht, even reloaden en dan... Moet je gelijk wisselen. Oké, ouwe, check die SWAT erboven. Ik denk als die weg is, dat het dan zover is. Het is een soort van Russian roulette. Gewoon degene die geen grappling hook heeft, die is gewoon dood. Ja, oké, die kan het gewoon shaken. Oh! Oh! Komt-ie. Ouwe, wat de heck? Dit ding kan zoveel damage hebben. Oh, ja, sorry. Ik wilde even het HP bekijken. Dan kunnen we een beetje bekijken hoeveel hij nog moet. Yo! Vrij? Ja, misschien komt het omdat ze tegen elkaar zitten, hè? Ook wacht, laten we de voorste boos maken, hè, de voorste. Zullen we dat doen? Oké. De linker. Wacht, even kijken hoeveel health hij heeft. Hij is al fucking veel gedamaged. Ja, tuurlijk, door al die rockets, joh. Yo, laten we gewoon lekker doorknallen. Waarschijnlijk krijgt hij dan een rode ogen, denk ik, zometeen. Hij is pissed! Ja! Oh! Oh! Pas op! Hij heeft rode ogen! Hij valt aan, alleen... Hij zit vast! Hij zit vast! Hoe kan dat? Anker die rechter! Nu! Vuur! Moet het? Ja, oké. Die is ook pissig! Ja. Holy shit! Maar ze vallen elkaar niet stuk. Aan! Dit dik moet stuk! Kom op! Sloop die boel, ouwe! Sloop die boel! Nee, ze vallen elkaar niet aan, nee. Ja, ik weet het. Ik gooi maar gewoon wat, ouwe. Die linker is nu niet meer pissig. Nee, hij is nu niet meer pissig. Wordt hij wel weer, denk ik, als we doorgooien. Holy shit. Holy shit. Nou, we konden helaas niet... Ja, oké, dat met dat rode ogen, dat werkt wel. Maar ze zitten vast, dus ze kunnen eigenlijk niks. Ik hoor je ook gewoon steeds gooien. Lep mitre. Ah, hij is bijna dood, deze linker hier. Ja, die rechter ook al bijna, hoor. Die is ook aan het bloeden. Yup. Ik gooi ze lekker op een nekje, gooi ik wat. De linker heeft precies... 4k HP nog, de linker. Nu dan? Oh shit, ik heb dit met mijn laatste rocket alweer. Holy shit, we hebben zoveel. Oh! Ouwe. Wat? Kijk hem, hij is veranderd van positie. Dus als het goed is, zijn ze alleen maar boos op ons nu nog. Dus heb je nog rockets over? Ja, moet ik anders die linkermuur deze? Oh, het begint een dinges te schieten. Ja, nee, dat zou ik juist niet doen, want ze worden niet meer boos. Want we hebben ze net boos gemaakt. Ja, nee, ze kunnen meerdere keren boos worden. Ja, maar hoe vaak heb ik nu alweer geschoten? Dan zouden ze al lang meer boos moeten zijn. Ik zou het niet doen, ouwe. Nee, met meer damage moet dat zijn. Ja, maar... Ja. Oké, wat nu? Schiet op die beesten. Dat die beesten dood zijn? Ja. Oh, oké. Kill ze. Oké. Ja, kijk, want anders... Waarom zijn ze nu niet boos dan? Ik heb ze net ook 2 keer geraakt met de rocket launcher. Goeie vraag. Komt-ie. Ja! Oh, lekker hoor. Die ander is vrij en hij is boos! Hij is niet vrij. Hij is vrij! Nee, hij is niet vrij. Hij staat er. Hij is vrij en hij valt toch aan. Wat valt hij aan? Geen idee. Hij zit toch wel vast hoor, denk ik. Ja, ik wil het eigenlijk wel, hè. Oh, ja, hij is niet meer boos. Nee? Oké, ik heb nog... Hoeveel levels ben jij omhoog, ouwe? Eentje. Oh, eentje. Ik ben ook eentje. Dacht al. Oké, mijn rocket is omhoog. Oké, wacht. Ik moet even mijn andere rocket launcher pakken. Heb jij nog wat rockets? Nope, die voor mij zijn allemaal op. Oké, wacht. Heb ik nog wel wat? Ja. Oh, toppie hoor. Thanks, pik. Oké, wat zullen we doen? Op de linker of de rechter muur? Het maakt eigenlijk niet echt uit. Ik wil eigenlijk een beetje onderknallen of zo, heb ik het gevoel. Daaronder. Ik denk dat daar een heel zwak plek zit. Hier, waar ik nu op knal. Oh! Oh! Nu is hij wel vrij. Pas op. Is hij echt? Wat? Oh! Nee. Nog net niet. Oké, de muur is weg. Oh. Oké, ik heb mijn grappling hook paraat. Waarom? Hij is vrij! Nee, shit! Haram, pas op! Ik zit bij de Griffins. Ah, dood! Oké, we zitten hier goed, toch? We zitten hier veilig. Nee, we zitten hier niet veilig. Ja, weg. Oh, holy shit. Oh, ik ben zo bijna dood. Ik ben zo close to death. Serieus? Ik schoot met die rocket half op mezelf en dat op dat beest. Hij is echt bijna dood. We moeten hem boos zien te krijgen, houden. Ja, we moeten hem boos zien te krijgen, inderdaad. Ja, maar hij heeft nog 200 HP, pik. Ja, dan is hij zo goed als dood, joh. Maar echt, zodra we hem boos maken, dan... Ja, zullen we hem gewoon afmaken, hè? Want hij kan niet meer boos gemaakt worden. Nee, precies. Alright, nou, dan ga je, vriend. Hoppa. Good to know you, man. Hoppa. Nou, die is weg. Helemaal top. Had hij ook nog iets bij zich? Nope, niet echt. Ja, maar hij heeft nog wat allo's, zie ik, binnen. En we wilden zijn allo-lijn helemaal kapot maken. Ja, dan loopt er nog eentje buiten.
Ja, en binnen zit ook nog een paar. Echt, ik was zo bijna dood, ouwe. Ik weet niet hoe ik het overleefd heb. Ja. Oké, de aloe is bijna dood. Oh, de shit, we hebben wel netjes gedaan, ouwe. Oh, zeker, ouwe. Oh, ik heb een wyvern gekillt. Oké. Hallo is neer. Laten we even die plants kapot maken, ja? Er zitten nog wat plants boven. Die kan je volgens mij best wel easy killen. Als je daar één keer even goed in duikt. Juist. 160 HP, zei je. Nou, ja. Dan gaan we. Hup, neer. Twee kapot. Eentje schiet toch op mij. Oh. Ah ja, ik zie die ene nog. Kan ik niet gewoon een rocket launcher op pompen of zo? Ja. Doe dat nou niet, Doorn. Ja, dat is toch leuker. Ja, zijn ding is nu open. Hij heeft toch niks binnen? En volgens mij is er ook niks... Ah, nee. Ik zie nog wel een hallo. Die eruit steekt. Ja, binnen. Ja, letterlijk onder je. Pas je op. Holy shit, ja, inderdaad. Oh, damn, hij doet me ook gewoon damage. Mag Miet er anders wat granaten erin of zo? Ja. Ik heb er ook nog wel een paar. Ja. Oh, wat is dit een pleuris geluid, ouwe. Oké, ik lock ze even hierheen dan. Oh, shit. Oh, er gaat van alles pas stuk. Nou oké. Vuur gaat stuk, ja. Als je hit ermee hierheen. Kut. Oh, pas op. Pas op! Woep! Zakken we nu door het plafond heen? Oké, ik denk dat het zo weer... Oh! Ja, je moet oppassen dat je niet door het plafond heen zakt. Komt ie... Pas nou op, joh! Holy ja, ik vlieg nu weer, hoor. Oh ja, hier! Hier kan hij de banner heen bij de fabricator. Dan moet ik de fabricator even slopen. Hoppa, juist. Dan kan hij erheen. Ja, hij kan erheen. Ja, ja? Hij is erheen als het goed is, of niet? Attack. Dat is één allo. Oké, ze zijn buiten. Soort van. Ze kunnen naar buiten. Ja, je moet ze alleen even goed lokken. Ervoor. Ja, je moet ze gewoon even goed lokken. Zo. Ja, daar gaan ze. Nou, die is dood. Die andere even nog. Zo, die is dood. Ze staan stil. Ze doen niks. Ze staan stil. Oh, ze staan. Oh, ja, ja. Staan deze passive. Op, even zeker checken. Hoe ze. Juist, ja, ik denk het. Hey! Kijk eens, eindelijk, hey! Ja, daar ligt hij hoor, maar... Daar ligt hij. Refrigerator. Hij heeft ook nog... Oh nee, dat is eigenlijk... Hij heeft een close masker. Hij heeft fertilized giganatus eieren. Zullen we zijn eieren nakken? No way. Hij heeft twee giganatus eieren. Ik zie een Yuti egg. Blauwe spikkels. Oh, deze ja. Ja. Dat zou wel vies zijn als we die pakken. Dat zou heel vies zijn, ja. En dat we dan ook zijn Yutis pakken. Hij heeft ook 411 tranquilizer darts. Ja, don't mind if I do, hoor. Nou, ik heb er nog tegen veel. Hou jij maar lekker, joh. Ah, oké. Even kijken wat hier dan weer zit. Oh, 2000 parels. Ja, die wil ik wel. Die heeft hij natuurlijk bij zijn onderwaterbeest vandaan. Ik neem ook even dat hide mee. Ik bedoel, daar hebben we soms van. Hier, nog meer van die pearls. Holy shit, die gast heeft gegrind, hoor. Semantic paste. Oh ja, ik neem lekker dat flint ook mee. Dat is ook chill te hebben. Goeie, ja. En Tetch, hoef je dat ook niet te zwamelen? Dat weegt allemaal niks, dus daarom. Dat kan je heel makkelijk meenemen. Precies. Dat is wel echt bomvol, though. Ja, alleen wat gaan we met die eieren doen? Eggs, dat is iets heel belangrijks, hè? De Yutis mag je van mij hebben, maar die Giganotos, ik stel voor dat we die meenemen. Ja, maar de grap is, hij houdt niks, want alles spoilt zo meteen. Ja, nee, zeven dagen, hè? Zeven dagen heeft het. Nee, de tasje gaat over 10 minuten weg, en dan is alles weg. Oh. Dan moeten we nu inderdaad even een besluit maken. Ik hoef geen Giganoto X. Ik weet niet. We hebben nu al zoveel gedaan. Het voelt nu goed. Ja, ik denk dat is niet, waar. Het voelt niet fijn om zo, zeg maar, aan de endgame base te komen. Op deze manier, snap je? Weet nee, je wat? Maar ik dacht, we pakken de Giganoto's gewoon ter onderhandelingspositie. We hoeven er niks mee te doen. Ja. Alleen te bewaren. Want als hij zijn Giganoto's terug wilt, dan zal hij wel heel erg aardig tegen ons moeten zijn. Hij gaat nu op de knietjes sowieso al, want hij is alles kwijt. Hij is letterlijk alles kwijt. En we kunnen hem nog meer op de knietjes krijgen als hij zijn dino's terug wil hebben. Ja, Harm. Ja. Ik neem ze mee. Ik heb ook mee. Jij houdt ze, ja. Ik heb de Giganoto's, dan moet jij de Yutis meenemen. Ik neem de Yutis mee. Oh, ik eet ze per ongeluk op twee. Beide opgegeten. En verder heeft hij Wyvern Eggs. Nou, die eet ik op. Die eitjes, verder hoef ik hier niks van. Ik ook niet. Zelf. Die Organic Polymer heeft hij ook 1000 van. Holy shit, neem ik ook gewoon mee. Ik zit helemaal bomvol trouwens. Ik ook, hoor. Dus ik drop even wat steen. Ik drop ook even wat andere troep. Wat ligt hier buiten allemaal trouwens? Check al die fertilizer. Die fertilizer boeit trouwens helemaal geen zak. Was ik even vergeten. Nee, fertilizer boeit echt helemaal niks. Nee. Wat zit hierin? Allosaurus egg? Oh, dat is... feeding trough. We hebben ook de feeding trough gesloopt.
Ja. Al die dino's die gaan verhongeren. Tegen die tijd is hij lang weer online, gok ik hoor. Nou, hier zitten nog wel 3 fertilized dingen. Die moeten weg, want die willen we hier niet. Zo, dus die zijn weg. Wat ligt hier dan? Een Ankylo, shit. Crafting station, 10.000 metal en zo, dat vergaat allemaal. Ja, sorry Link, we konden er niks aan doen. We konden er zeker wel wat aan doen, maar jij had gewoon niet moeten fucken. Vorige keer heb ik al flink wat bij je gedaan. Heb je blijkbaar niet van geleerd, dus dit moesten we doen. Hopelijk leer je hiervan en hopelijk is het nu klaar. Moeten we niet even deze alles die hier nog zijn killen? Want hier kan hij in principe nog wel mee breeden. Nee, nu speelt mijn genadegevoel ook wel even op. We hebben zijn giga's gepakt, zijn juties. Ja, het is inderdaad genoeg. Ik ben het met je eens, het is genoeg. Ik moet even allemaal shit droppen wat ik bij me heb. Want ik heb superveel gewicht. Ja, ik ook hoor. Ga jij maar even naar huis ondertussen even je shit droppen. En dan zie ik je zo bij mijn base. Is goed. Ik moet even wat shit droppen. Yo, ik zie je zo. Tot zo. Jongens, moeten jullie eens kijken. Holy shit. Ik heb zoveel shit. Dit is niet normaal, pik. Oh, dit kan ik allemaal niet houden, joh. Dit kan ik allemaal niet houden, pik. Rustig in en uit lopen steeds. Holy damn. Hier, organic polymer. En alles erop en eraan. Toeters en bellen. Ja, dat masker vind ik ook wel top, hoor. Dat clownsmasker. Vind ik een mooi maskertje. Ik gooi hem even op mijn kop. Het ziet er goed uit, hoor. Ik vind hem mooi. Ik denk niet dat ik hem ophoud. Want ik vind het een beetje raar om links een masker waar hij lekker altijd in heeft zitten ademen en zo. Dat vind ik een beetje vies. Maar het is leuk om hem zeker erbij te hebben. Al dat flint en al dat hide ook. Het is echt niet normaal meer, jongens. Zo, alles is geleegd. Helemaal top. Griffin, je hebt goed werk weer geleverd. Ik ben gewoon niet dood gegaan, jongens. Dat vind ik best een prestatie. Ik was 2 keer was ik bijna dood. Ik ga ondertussen even bij mijn allo's kijken. Even kijken hoe het gaat. Zo, dit gaat goed hoor. Ja, ja, ze zijn allemaal level up. Helemaal top. Hallo arm mensen. Hallo Saurus mensen. Daar ben ik. Waar ben je? Ik weet niet waar je bent. Ik sta tussen mijn allo's. Ja, nee, ik kom er wel aan. Jongen. Ik ben verdwaald, pik. Ah, het is wel gezellig hier met al die allo's. Oh, dit gaat zo lekker, die allo's. Hoe heb je zo'n touw eraan vastgedaan nu dan? Je kan gewoon bij de opties kan je hitch doen. Don, kom even mee. Gaan we even naar binnen toe? Ja, je moet even een tafeltje om aan te zitten. Ja, ik zou net zeggen, ik moet even een sofaatje gaan neertikken. Zet even een sofaatje neer. Oh, sofa's heb ik natuurlijk al geëngramd. Zo, helemaal top. Ik heb wat sofa troep en shit en spulletjes. Ik wil buiten eigenlijk wat neerzetten. En binnen kan ik ook wel wat neertikken. Buiten is het eigenlijk wel lachen. Ja, of op het balkon of zo. Ja, hier. Ik heb hier. 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 Ja. Ja. Juist. Juist. Ja, jij kan ernaast. Hey, Don. Hey, Harm. Nou, daar zitten we dan met z'n tweeën. Wat vond je er zelf van? Was dit een beetje geslaagd of was het een beetje geslaagd? Ging wel lekker eigenlijk, of niet? Zo lekker. Ja, ik denk echt... ik heb zelf een heel klein beetje medelijden met Link gekregen. Omdat we hebben gewoon hem volledig teruggepakt. Maar het maakt me eigenlijk geen zak uit, want... Ja, als je 1 keer iemand raidt, dan zou dat al een goed teken moeten zijn dat diegene gewoon moet stoppen. Helemaal als je daar ook nog een cadeau geeft. Dan heeft hij maar gewoon alsnog een keer teruggepakt. En Don dus eigenlijk ook. Dus ja, vandaar dat we dit hebben gedaan. Hopelijk is hij het nu voor eens en voor altijd afgeleerd. En dan is het klaar. En hopelijk is er nu vrede tussen Link en ik. En tussen Link en jij. Behalve in dus die onderhandelingspositie die wij nu hebben. Ja, we hebben nu zijn eitjes. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Dat is wel leerd.